middag. Ten eerste, u hoorde dat al, is het een thuiswedstrijd, want ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Os, ik ben hier geboren. Maar wat het misschien nog bijzonderder maakt, is dat ik vandaag mijn moeder meegenomen heb, van 91. En ik heb nog niet zo vaak in mijn leven een lezing gehouden waar onze mam, zal ik maar op zijn Os zeggen, als de voorste rij zat. En ja, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat, want ja, ik ben natuurlijk zelf ook ooit opgevoed. Hè? En ik heb wat mij van Lea Dasberg altijd is bijgebleven, dat is, zij had het altijd over de pedagogiek van de hoop. Dus zij zei, als je kinderen wil opvoeden, dan moet je ze altijd een positief perspectief meegeven. Dan moet je ze hoop geven om op een aandeel in de samenleving, op een deel van de toekomst. Ze zei, als je kinderen het gevoel geeft van jongs af aan, dat ze er toe doen, dat ze erbij horen, dat ze gewenst zijn, dat er een plek voor ze in de wereld is en dat we iets van ze verwachten. Als je die hoop en dat perspectief aan kinderen weet mee te geven van jongs af aan, dan is dat als het ware een hele belangrijke motor, een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van kinderen. Maar dat toekomstperspectief, dat zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt in die opvoeding. En Dasberg zei altijd, hoop en perspectief, dat is de motor van de ontwikkeling. En als je dat vergeet, dan gaan kinderen zich afvragen van waarom zou ik me eigenlijk druk maken? Waarom zou ik eigenlijk gemotiveerd zijn om het te ontwikkelen, om te leren op school? Dus dat positieve perspectief in opvoeding en onderwijs, dat vind ik zelf een heel belangrijk perspectief. Nou, allerlei vragenlijsten, allerlei volginstrumenten, elektronische dossiers gekomen om maar zo vroeg mogelijk op het spoor te komen van allerlei mogelijke problemen. Daar is eigenlijk onze hele focus van de opvoeding en onderwijs en van het jeugdbeleid, daar zijn we heel erg op gericht geraakt. Dus die problemen, die mogelijke problemen die zouden kunnen ontstaan in de ontwikkeling van kinderen, die hebben we eigenlijk enorm op de voorgrond geplaatst. En misschien zou je wel kunnen zeggen dat die zo belangrijk zijn geworden, dat we heel veel andere dingen die ook in die opvoeding en in het onderwijs een rol zouden moeten spelen, denk even aan Dasberg, dat we die daardoor een beetje zijn kwijtgeraakt. Nou, en ik geef hier een beweging aan, om al een beetje aan te geven wat mij betreft, zou het in opvoeding en onderwijs eigenlijk veel meer ook moeten gaan. Natuurlijk moeten we ook naar die problemen kijken, maar het zou ook veel meer moeten gaan om de vraag, waar willen we eigenlijk naartoe als het over opvoeding gaat? Als we het over onderwijs of over het jeugdbeleid hebben. Wat is eigenlijk het doel? Nou, democratie en verbinding, dat zijn twee begrippen die ik in dat kader heel graag hanteer. Kinderen, als wij de nieuwe generatie opvoeden voortdurend met het idee van het gaat om jou, het gaat om jouw belang, het gaat om jouw talent, het gaat om jouw ontplooiing. Ja, als dat de boodschap is die massief aan de nieuwe generatie wordt overgedragen, dan moet je natuurlijk niet verbaasd staan te kijken als na verloop van tijd een samenleving ontstaat waarin de burgers eigenlijk alleen nog maar aan hun eigen belang denken. Een rijk sociaal netwerk, dat is een netwerk, een sociale omgeving, waarin meerdere volwassenen dan de ouders alleen betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. En wat blijkt nou uit heel veel onderzoek, dat kinderen die opgroeien in dat soort rijke sociale netwerken, in een civil society, zoals dat dan op zijn Engels heet, die kinderen die doen het ongeveer in elk denkbaar opzicht beter dan kinderen die in, gefragmenteerde of afwezige sociale netwerken, om het gebeuren. Jongeren hebben nu eenmaal idealen, maar die hebben juist in die periode, in de puberteit, hebben ze mensen nodig, volwassenen nodig, stevige volwassenen nodig, die, ik zal niet zeggen tegen ze ingaan, maar wel voortdurend nuanceren en uitleg vragen. We hebben dat zelf ook gedaan met die jongeren, en dan blijkt dat die overtuigingen soms flinterdun zijn. In ieder geval heel weinig feitelijk onderbouwd. Dus ze hebben juist, en sommige van hen zeggen dat ook, ze hebben juist volwassenen nodig die stevig in hun schoenen staan en die durven te reageren. Al, tenminste, dat zijn ongeveer de oudste bronnen die daarover bekend zijn. De Mesopotamiërs schreven op hun kleitabletjes, 3000 jaar geleden, dat de wereld ten onder dreigde te gaan aan het morele verval van de jeugd. En dat kwam allemaal door die ouders en die opvoeders die kinderen niet genoeg discipline meer bijbrachten. En dat gebeurde bij de oude Grieken, en dat gebeurde bij de Romeinen. We zien dat in alle wereldgodsdiensten eigenlijk een beetje terugkomen. Dus dat idee van dat de jeugd iedere keer niet wil deugen, maar ook slechter is, zou ik maar zeggen, dan de vorige generatie. Dat zit door de hele geschiedenis heen. Nou, dat is heel sterk aan het veranderen. Ik heb gezegd, pubers organiseren zich. Die hebben allemaal, wij ook, maar vooral die pubers, die maken heel veel gebruik van die social media.
sociale netwerken zijn voortdurend in elkaar, met elkaar in contact. Kinderen hebben over, die praten wel degelijk met elkaar over die opvoeding. En vertellen elkaar natuurlijk precies wat ze van hun ouders en hun leraren denken. Dus als je gewoon, als je kijkt naar opvoeding als strijd, dan zie je aan de ene kant ouders die zich vooral, die dat vooral achter hun woorden, dus die heel weinig communiceren met anderen, weinig verbindingen aangaan. Dat doen we niet graag over die opvoeding. Terwijl kinderen, pubers, organiseren zich juist. In, nou, dat is een term die wel gebruikt wordt, nieuwe trauma's is dan ook, dat ouders en scholen veel meer dan nu het geval is, met elkaar zouden moeten communiceren over wat er allemaal. En in het huidige denken lijkt de hoogste waarde te zijn, als het om jeugd gaat, dat we willen voorkomen dat er problemen zijn. En er is niks mis met het voorkomen van problemen. Natuurlijk moeten we dat doen en dat kan ook nog veel beter. Maar het is een eenzijdige manier van denken. Dat is de boodschap die ik vandaag probeer over te dragen. Namelijk, er is ook een alternatief. En dat is, nu kijken we vooral naar wat zou er met elk kind individueel aan de hand kunnen zijn. En de vraag die eigenlijk zouden moeten stellen is, wat voor omgeving hebben kinderen eigenlijk nodig om zich op een goede manier te kunnen ontwikkelen? Wat voor omgeving hebben ouders eigenlijk nodig of andere opvoeders nodig om kinderen te kunnen helpen om zich te kunnen ontwikkelen? Dus in het ene geval, wat we nu doen is vooral inzoomen op elke mogelijke stoornis van een probleem. En daarmee hebben we veel minder aandacht gekregen voor de opvoedingsomgeving. En het pleidooi is dus om eigenlijk daar veel meer naar te kijken. Als je nou vanuit wetenschappelijk perspectief kijkt naar, wat hebben kinderen nou eigenlijk nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot persoon, tot burger. Vul het maar in, democratisch burgerschap. Dan komen daar heel veel aanwijzingen uit voort over hoe je je omgeving zou moeten inrichten. Bijvoorbeeld dat je veel meer aandacht zou moeten hebben voor die sociale netwerken waar het straks over had. We moeten dus veel meer kijken naar hoe hebben we die sociale omgevingen ingericht rondom kinderen. Als je actief denkt vanuit die sociale netwerken, dan moet je eigenlijk dus precies het omgekeerde doen. Dan moet je eigenlijk zeggen van luister eens, wij vinden het heel belangrijk dat jullie contact hebben, want dat is voor die kinderen ontzettend belangrijk. En onze experimenten rond vreedzame wijken en vreedzame scholen zijn er ook op gericht om juist dit soort ontmoetingen te stimuleren. Waarom? A, omdat het prettig voor mensen is, om elkaar, dat vinden ze prettig. Maar ook omdat vanuit het oogpunt van ontwikkeling van kinderen, en vanuit het oogpunt zelfs van preventie, van het voorkomen van problemen, het heel belangrijk juist is dat we die sociale netwerken weer sterker gaan maken. Dat is één van de zaken waar je niet op komt als je in het linkerrijtje blijft nadenken, wat is er met elk afzonderlijk kind aan de hand, maar waar je wel op komt als je vanuit de behoefte, het opvoedingsbehoefte of de behoefte van ontwikkeling van kinderen.